De plannen van de provincie Gelderland liggen er al een tijdje. Er moet een railterminal komen langs het spoor en de A15 in Slijk-Ewijk. Niet iedereen ziet dat zitten. Omwonenden en belanghebbenden hebben zich daarom verenigd in de actiegroep Over Betuwe Overbelast. Donderdag is de eerste zitting bij de Raad van State in Den Haag. Die zaak draait dan alleen om de voorbereidingen van de railterminal. De echte zaak om de terminal in zijn geheel tegen te houden wordt waarschijnlijk pas volgend jaar behandeld. De omwonenden zijn niet alleen bang voor geluids- en lichtoverlast van de railterminal zelf, maar ook van de nieuwe weg die achter hun huizen wordt aangelegd. Daar zullen per dag zo'n 350 vrachtwagenritten plaatsvinden, zo staat in het plan van de provincie. De bewoners maken zich ook zorgen om een stuk vervuild grond dat vlakbij ligt. Het is een oude vuilstortplaats en die grond is verontreinigd met koper, lood en zink. Als de nieuwe weg aangelegd wordt, worden er ook nieuwe sloten gegraven. De vervuilde grond zou dan via het water op de percelen van de omwonenden terecht kunnen komen. Het is nog niet bekend wanneer de rechter uitspraak doet.